Wat een timing. Ja, blijf maar applaudisseren, dames en heren, want u weet het natuurlijk al lang. Het is 10 jaar zilver. Applaus voor Sylvie. Alles goed met jou, Sylvie? Heel goed, dank u. Wat hebben we hier in mijn hand? We hebben natuurlijk een prachtige verzamel-cd. Wat staat er allemaal op? Alle hits van Sylvie van de afgelopen 10 jaar. Goed. En wat we ook zelfs gaan horen is natuurlijk Turn the Tide. Helemaal opnieuw opgenomen. Ja, ik zie hier ook een drum staan en gitaar erbij. Is het meer rock aan het worden, Sylvie? Nee, we zijn gewoon meer live aan het gaan. Goed. Zeg, jullie hebben echt overal opgetreden. In Vlaanderen sowieso, Sportpaleis, al wat je wilt. Maar ook in het buitenland. Wat waren zo de rare plekken waar je geweest bent? Maleisië, Singapore, China, zeker. Ja, daar hebben we de beelden van. Ja, echt in China. Hoe kwam je in China terecht? Ik zou het begot niet weten. Ja, maar ze kenden jouw muziek daar of ben je op het goed geluk af naar daar geweest? Ons album is daar uitgekomen en wij moesten plots op promotour en het was heel hectisch, want dat was plots voor ons. Dus, ja. Maar natuurlijk heel leuk. Hè? Ja, zeg, en hoe spraken ze daar Sylvie uit? Sylvie? Het is eigenlijk, hebben ze niet echt een probleem met de R. Ah nee? Het is meer met de S. Met de S? Ah, dus dan is het Ilver. Ja, en met de L en zo. Maar en met de L, je hebt een S en een L in Sylvie, hè? Dus het is vrij moeilijk, maar ze kunnen het wel. Zeg, het is al gevierd geweest in de Sportpaleis. Zijn er nog grote plannen wat betreft grote optredens dit jaar? We hebben een heel drukke agenda deze zomer, dus wij gaan eerst al onze optredetjes hier in België sowieso doen, maar misschien volgend jaar terug uit het buitenland, maar voorlopig België. Goed. Even naar Wout. Je bent een goede vriend van Adriaan, hè? Dat zegt hem toch, ja. Van waar kennen jullie? Kennen jullie elkaar als DJ ook? Ook, maar wij delen ook dezelfde woonplaats, het Kempische dorpje Lier. Fantastisch. Maar daar moeten we het helaas bij laten, want de muziek is bijna om. Ik ga straks nog even kort praten met Adriaan in onze intieme zetel. Maar nu helemaal live, Sylvie. Maak er wat moois van. Hier helemaal live een applaus van op het Colonel du Sarpijn. Sylvie and Turn the Tide. I can't believe I still
zilver met